Dit is het Stadstv-nieuws van woensdag 15 september en dit zijn de hoofdpunten. Koningin Beatrix opent spoortunnel. Bewoners opgelucht door startbodemsanering gasfabriek terrein. Minister Maai wil vliegveld 16hoven voor Rotterdam behouden. Goedenavond. Koningin Beatrix heeft vanmiddag de officiële opening verricht van de Willemspoortunnel. De tunnel is 3 kilometer lang en heeft 905 miljoen gulden gekost. En daarmee is de Willemspoortunnel een van de duurste projecten die ooit in opdracht van de spoorwegen werden gebouwd. Overigens zullen de eerste passagierstreinen pas vanaf maandag 27 september door de tunnel gaan rijden. Koningin Beatrix kwam vanmorgen om even na 11 uur aan op het ondergrondse treinstation Blaak. Na een korte rondleiding, een aantal toespraken en een optreden van Marco Bakker kwam de koningin naar voren voor de officiële opening. Zij werd hierbij toegesproken door de president-directeur van de spoorwegen, Den Beste. Ook in de 17e eeuw werden producten vervaardigd die je vindt als je tunnels gaat bouwen. Dit is een zogenaamde Baartmanskruik. Het doel lijkt enigszins voor de hand liggend. Hij dateert uit het begin van de 17e eeuw. Hij is gevonden hier bij de aanleg van de tunnel. En mag ik u vragen door deze kruik in ontvangst te nemen de Willemspoortunnel officieel te openen. Even voor 1 uur vertrok de koningin weer, waarbij ze onder andere werd uitgezwaaid door minister van Verkeer en Waterstaat Maai Wegge en burgemeester Peper. De opening van de Willemspoortunnel werd door een aantal jongeren aangegrepen om te protesteren tegen het beleid van onderwijsminister Ritsen en de korting op de bijstandsuitkeringen. Ruim een half uur voor de komst van de koningin bezetten zij de rails, maar na tussenkomst van de politie besloten zij hun actie te beëindigen. Na het nieuws kunt u in het magazine een uitgebreide reportage zien over de opening van de Willemspoortunnel.